gegeven moment bent u, zei u van, hé, hey, dit ding, kan ik zeggen van, de man bij Drale Toemse en ik zeg van, ja, dat vond ik. Ik vond, en dat heeft me geprikt eigenlijk, ik heb het al eerder gezegd, voordat de president naar Egypte ging, vond hij het nodig om in de DNA te zeggen dat hij waarschijnlijk een advies over de kiesregeling pas eind december 2023 verwacht. Is er misschien een advies? En toen dacht ik, wacht even, de regering heeft een policy om gebruik te maken van artikel 56. Om de assemblee, en ze hebben de meerderheid, dus het kan, te laten beslissen dat hun zittingstermijn verlengd wordt. Dus op een legale manier gaan we geen verkiezingen houden. En dus het dan wel bijzondere omstandigheden, maar het is een bijzondere omstandigheid als er geen geldende kieswet is, althans geen geldende artikel 9 en artikel 24 oh ja, dat zijn niet van de kiesregeling. Artikel 9 gaat over de zetelverdeling en artikel 24 gaat over de grenzen van kiesdistricten. In dat artikel zijn de grenzen van kiesdistricten gelijkgesteld. Daarvan zegt het Hof, ik wil de nadruk hierop leggen. Mensen, luisteren jullie goed hoor, want jullie vinden dat er verkiezingen gehouden moeten worden. Dus goed luisteren. Daarvan zegt het Hof over 9 en 24. Ik heb het letterlijk in mijn artikel van Star News onder J en K kan je dat lezen. Dat artikel 9 en 24 geen weerspiegeling zijn van een gelijkwaardig kiesrecht. En onder K zijn overwegingen van het Hof die ik heb overgenomen. Het Hof heeft meer overwogen. Maar wat ik denk dat belangrijk was voor de lezer, heb ik eruit gehaald. Het huidige kiesstelsel voldoet niet aan een rechtvaardig kiesstelsel. Met name als het komt op gelijkwaardigheid van stemmen. En daardoor de artikelen 9, junto 24 kiesregeling zijn dan geldig, strijdig met het beginsel van gelijkheid en van een gelijkwaardig kiesrecht. Zoals in de grondwet 8 en IVR en BIPO. Dit geeft aan de grondwet. We hebben vaker discussies gehad. 144 of zo grondwet. Lid 3 dacht ik. Geeft aan dus dat als constitutioneel hof oordeelt dat delen van een wet of een wet in strijd zijn met de grondwet of een internationaal verdrag, dat ze dan verstand direct na uitspraak onverbindend is. Wat zie ik gebeuren, Limbo? Ik zag allerlei strategieën in de samenleving. En met name die ene lezing ergens in november, rondom 25 november, met Fernandes Mendes, Breeveld, Luther Boxing. Nee, het was volgens mij in Royal Ballroom. Oh ja, ja, ja. Ja. Royal Ballroom, Serena Asset. Wat daaruit kwam, schrok me wild. Dat heeft me nog meer geprikt. Waarom schrok ik me wild? Ik zag daar mensen dingen verkondigen die niet fout waren, maar die er duidelijk de strategie hadden om de verkiezingen van 2025 niet te halen. Het onbewust, is onbewust. Onbewust of bewust, I don't know. Maar bepaalde mensen zijn adviseurs van Chan. Sorry, van de president, laat maar netjes praten. Hey, Chan. En dan denk ik niet meer dat het zo onbewust is. En het waren geen analfabeten. Het waren hooggeschoolde rechtsgeleerden. Een ingenieur die al 20, 25 jaar met verkiezingen bezig is geweest. Hans Breveld die politicologie doet. Serena die alles heeft bestudeerd, neem ik aan. Anders had ze dat verzoekschrift niet kunnen indienen. Nou, dat waren dus niet zomaar mensen, hè? Je was dus niet tevreden met het resultaat? Nee, en the way it goes. Ik heb toen gedacht, wat gebeurt er? Ik ben verplicht om aan het Surinaamse volk aan te tonen dat nu op dit moment first thing is zorgen dat er verkiezingen komen in 2025. En dat betekent dus dat die kiesregeling gewijzigd moet worden en artikel 61 van de grondwet en dat we een model moeten hebben. 3 componenten. Maar laat me een vraag stellen. Moet je naar die 2 artikelen kijken of moet je dit in 1 keer goed doen? Nou, ik heb gekeken naar die 2 artikelen en die dingen zijn op Star News, mensen kunnen downloaden. Het concept kiesregeling geeft aan dat er een aantal artikelen meegewijzigd worden. Maar dat heeft te maken met de gevolgen van
het onverbindend zijn van 9 en 24. En natuurlijk zeg je dat ook, want dat zeggen ze ook, zullen we alles even direct doen, mm-hmm. maar dan is het de keuze die je maakt. Als je die grondwet wil wijzigen, als je allerlei dingen fundamenteel wil wijzigen, nu halen we 2025 niet op tijd. Politieke partijen gaan niet voorbereid zijn om een campagne te voeren. Binnenlandse zaken, de organisatie. Je moet ook ready zijn voor heel wat omwentelingen als je het helemaal... Dus je zegt, laten we concentreren op 9 en 24. Laten we concentreren op 9 en 24, kiesregeling wijzigen. Maar zo, dan moet er wel een moment later komen dat we alles onder een vergloed was je, plaatsen. Ja, ik zeg het komt niet tot uiting in dat artikel, want mijn bedoeling was gewoon een aanzet te presenteren voor het volk van Suriname. Ja. Om ze te tonen dat we echt niet alles hoeven per se verplicht. Alle dingen moeten gaan wijzigen als resortraden, of bevoegdheden, president. Op welke wijze ga je die president doen? Tenminste, die dingen die zo langs me heen gaan. Dat hoeft niet nu. Nu moet die kiesregeling gewijzigd worden. Maar zijn dat niet toch wel essentiële dingen? Ja, het zijn essentiële dingen, maar het zijn niet de dingen waarover het constitutioneel hof heeft geoordeeld. Oké. Okay. En waarom die drive nu, zodat we 2025 niet halen? Laten we inderdaad nu ook parallel aan die simpele wijziging. Ik heb het volk gedemonstreerd dat het simpel is. Als je doordenkt en je weet wat voor verkiezingen en hoe het werkt, is het simpel. De artikel 61 grondwet heeft niets anders dat het is meegewijzigd, heeft te maken met de wijzigingen die ik voorstel dan in die kieswet. En het geeft aan dat het niet onmogelijk is om die kieswet snel te wijzigen. Allerlei hoge commissies en geweldige commissies en een stel adviseurs die morgen gaan praten met met assemblee, politieke partijen, of hoe je dat ding wil uitdrukken. Morgen, wat bedoel je met morgen? Morgen schijnt er een meeting te zijn in Marriott met de deskundigen die ik net genoemd heb en de politieke partijen van de assemblee over een wijziging van een stelsel, weet ik veel. Hoeft niet zo ingewikkeld. Het zal er door over praten. Die commissie, dat ding van morgen, is geschikt om het fundamenteel te doen met een tijdsplanning tot aan 2027, dat ze klaar zijn. Hmm. Waarom zeg ik dat? Dingen die fundamenteel gewijzigd moeten worden, anders op je president stemmen, je hele grondwet wijzigen, want men wil terug naar parlementair stelsel, dat voel je aan. Dus dat betekent dat je best wel een referendum zou moeten houden. Vind ik ook, of dat hele volk zo een vreselijke verandering van je grondwet wil. Resortsraden werken. Je wil ze afschaffen of je moet ze weghalen of het moet anders. Constitutioneel Hof heeft niets van resortsraden gezegd. Het is nu dus geen urgentie. De urgentie is, wijzig de kiesregeling op grond van het oordeel van het constitutioneel hof. En dat heb ik willen doen. Dat heb ik het volk willen bewijzen. Van luister alsjeblieft niet naar alle nonsensicaliteiten over fundamentele wijzigingen en betere wijzigingen. Die kiesregeling moet werken. Dat is de eerste opdracht nu. Laat die kiesregeling werken. Laat die komen, dan weten we dat onze verkiezingen 2025 doorgaan. Maar dat zou toch de roep ook moeten zijn van alle partijen. Hoe zeggen ze het, parlementair en buitenparlementair? Dat zou je denken, hè. Maar ik heb niet het gevoel, hoor. En als ik ook kijk wat me ook getriggerd heeft om daadwerkelijk dit af te ronden. Want ergens in, toen begon ik natuurlijk hier aan. En toen dacht ik, maar waarom doe ik het eigenlijk? En dat dacht ik niet. Toen zag ik wat modellen, conceptmodellen weliswaar. Eigenlijk heb je geen andere keus. Ik heb geen andere keus at the end. Hè? At the end heb je geen keus dan het volk bewust te maken. Van je zit eis dat die kiesregeling nu wordt gewijzigd op basis van de normen van het constitutioneel hof. En met mijn voorbeelden of met mijn aanzet heb ik willen aantonen dat ik in mijn eentje, nou niet echt helemaal, het hele concept is mijn dingen, maar ik heb een wetgevingsjurist in een wetgevingsformat laten zetten. En ik heb iemand die heel goed is in cijferen. Ik had eerst iemand anders gevraagd, maar die wilde of kon me niet begrijpen. Later zag ik hem terug in die geweldige deskundige commissie. Dus nu begrijp ik helemaal waarom die absoluut me niet wilde begrijpen. En ik hoop niet dat hij mijn stuk gaat gebruiken of zo.
Toen heb ik iemand anders gevraagd. En die heeft het voor me uitgegooid. Dat concept van me heeft hij opgenomen. En want ik had dat cijferwerk heb je nodig. Om te komen tot een goede zetelverdeling met name. En ook om te komen tot goede regio's. Oké, dus als ik het goed begrijp, resumerend. U bent het eens dat Umlukasani breed. Ja. Alleen zegt u, it's not the time. Het is niet voor nu. Niet voor nu. Doe een tweesporen beleid, zeg ik. Mm-hmm. Je kiesregeling nu, voor mij pas zet je ook in die wet. Deze kieswet zoals is geweigerd, geldt alleen maar op 2025. Zeg ja. maar wat hoor. Ja. Zomaar fantaseer ik nu wat. Want waar het om gaat, we zijn anderhalf jaar voor de verkiezingen ongeveer. Ja, volgend jaar mei is een jaar, 2 jaar voor de verkiezingen ongeveer. En dat betekent dat alle actoren tijd moeten hebben om zich aan te passen aan alles wat eventueel zou veranderen. En in een jaar, en gelet op bepaalde eisen van 2 jaar in een district wonen enzovoort. Oké, nu is het 2 jaar in, voor een deel, voor, we komen straks op een model. Mm-hmm. Maar in ieder geval, er is een 2 jaar eis. Dat betekent dat voor 25 mei, 2023, die kieswet moet bestaan. Ja, we zijn niet te laat toch? Ik vind dat we te laat zijn. Het had al lang. Dit simpel ding heb ik alleen gedaan hoor, zonder superdeskundigen. Over hoeveel tijd? Ik begon te sparren, want je moet eerst conceptualiseren. Ik ben een wetenschapper, dat gaat blijken aan de manier waarop ik het heb aangepakt. Ik ben een beetje gaan. Ik weet toevallig natuurlijk paraat veel over verkiezingen op grond van de trainingen en het werk bij OKB. En toen dat ik serieus eraan begon was november. Vorig jaar? Ja. En okay. Dat ik de eerste draft af had, dat was rond 8 december zo. Ik de eerste draft af. En ik ben in de kerstvakantie even doorgegaan om een model af te hebben dat helemaal gefinaliseerd was. Vorige week. Maandag, dinsdag. Dus terwijl u hier zat bij mij in die laatste vacanatorie, dan... Was ik er mee bezig. Ja. Ja, ja, was ik al bij, was klaar ja, eigenlijk. Kent. Ja, maar deze dingen, kijk... Oké, deze dingen moet je inhoud. Je kan met, praten met mensen over de ideeën, maar inhoudelijk moet je niet te veel zeggen, want het wordt gewoon zo van je afgepakt. En dat wilde ik niet. Mm. Ik vond het is van mij. Ik weet dat men dol is om intellectual property te stelen in dit land. Intellectuele eigendommen van anderen te stelen. Dat is bekend van Suriname, niet nu. Maar je bent er niet van uitgegaan, maar ach, het is toch in het nationaal belang. Je doet maar. Nou, nu mag men doen. Ik heb het gepubliceerd. Ik heb het aan het volk gegeven. En het is natuurlijk zeer beschaafd als je zou praten het ontwerp bron. Ontwerp van Dijk Silas, maar men is niet zo beschaafd, dus ik verwacht dat ook niet. Maar het is gewoon zo, men weet niet wat intellectuele eigendommen zijn in dit land. En, maar ik heb het aangeboden, het staat ter discussie. En misschien... Ja, we zijn iets meneer Lizzie echt, ja. Ja, dat is het. En het is nog een vrij technisch ding hoor. De wetgeving... Wat zijn die voorstellen? Misschien kunt u... Ik moet vanuit... In eenvoudige taal uitleggen dat de mensen het begrijpen. Okay. Want ze gaan straks bellen en reageren. En als die mensen naar Star News gaan van vandaag en naar het artikel kijken... Je moet niet te veel reclame voor Star News maken. Nee, ik mag geen reclame. Omdat het gedownload kan worden daar. Nee, klasse, maar. Oké, laat me iets uitleggen. Hoe moest ik dat model maken? Ik heb in dat artikel heb ik ook aangegeven welke overwegingen van het Hof heel belangrijk zijn. Elk model, elk voorstel dat je maakt van vooral die zetels en hoe je aan je dingen komen, regio's komt of je kiesdistricten komt, heeft te maken met het Hof. Het Hof heeft gezegd, de zetelverdeling van artikel 9 is niet democratisch. Verder zegt het Hof, gelet op de grote verschillen in de diverse woongebieden en districten. Verschillen in? Inwoners. Aantal inwoners, bewoners, zegt het of geen inwoners, maar bewoners. Moet je, kan 24 ook niet in stand blijven. Omdat je ongeveer moet gaan naar gelijke populatie die dan stemmen.
Ik zeg het heel eenvoudig hoor, want in het vonnis van het Hof is het natuurlijk een beetje technischer geformuleerd. Dus waar het op neerkomt, waaraan moet je toetsen? Je moet vooral toetsen aan de waarde, want je moet one vote, one man, one vote, one value. Dus de waarde van elke stem van een stemmer moet ongeveer gelijkwaardig zijn. En je mag maar, zegt het Hof, een verschil hebben van 10% of minder onderling. Mm. Dan heb je de democratie niet geschaad. Dus de opdracht is... En hoe is het nu? Wat is het nu? Nu zijn het scheve verschillen, toch? Mm-hmm. Coroni Paramaribo bijvoorbeeld. Ja. Die stem van Coroni is zo goedkoop, die van Paramaribo is zo duur. Dat wordt bedoeld met one value. Ja, okay. En de opdracht van het Hof was voor mij helder, hoor. Nou, dan ga je nadenken. Je moet naar een systeem gaan. 1. De grenzen van de kiesdistricten gelden niet meer voor de districten. Een andere zetelverdeling moet er plaatsvinden. En je moet rekening houden met aantallen populatie. Nou heb ik een exercitie gedaan. In mijn model heb ik gebruikt aantallen kiesgerechtigden. Wat ook niet fout is. Omdat er niet veel verschil is in percentage kiesgerechtigden of bewoners. Omdat een deel van de bewoners gewoon niet stemt. 18 jaar en jonger stemt niet. En nog veel meer. Belangrijk aspect. Ja, mensen die in de gevangenis zitten, noem maar op. En dus een aantal mensen stemmen, kunnen niet gaan stemmen of zijn niet meer lekker in hun hoofd. Mm. Dus ik heb gewerkt omdat dat het makkelijkste was om mee te werken. En ook vanuit het kiesregister het makkelijkste was om aan cijfers te komen. Heb ik gewerkt met kiesgerechtigden. Dezelfde exercitie kan met bewoners worden gedaan. Geen punt. Het model dat ik geef is een aanzet. Geeft een idee wat je wel kan doen. Toen heb ik gedacht aan een paar dingen. Dat kan je ook lezen in mijn model. Dat ik eigenlijk eerst ben begonnen met aan te geven hoe ga je stemmen en hoe zien die grenzen eruit. Ik heb ze kiesregio's genoemd. Alleen om geen verwarring te brengen met het woord kiesdistrict. Nou, dat valt dan op. Mensen gillen landelijke evenredigheid, landelijk. Maar doe je dat zonder nadenken landelijk, betekent dat de invloed van bepaalde districten weggevaagd worden. In de DNA. Met name Coroni. Saramaka kan ook weggevaagd worden. Er zijn niet zoveel inwoners. Coroni, Brokkeponde, vrij zeker. Nou, wat moet je doen? Je weet ook dat de decentralisatie van de districten 0,0 is. Misschien op Nikerina en Wanica is het verder niets meer waard. Die districten hebben geen eigen ontwikkeling. Je hebt geen sterke districtsbesturen, professionele districtsbesturen. En betekent ook dus dat het district zich ook niet kan laten gelden. Zoals in andere landen. Denk, laten we bij Holland blijven. Iedereen kent Holland. De gemeente en de gemeenteraden. En dus er is ook de democratie op bestuurlijk niveau in de districten is er niet. Dus dat is weer een ander systeem waar ik nu niet op inga. Maar waar we naartoe zullen moeten gaan bij die fundamentele wijziging. Want dan ga je de boel fundamenteel wijzigen. Oké, ik leg dit uit om aan te geven hoe ik stap voor stap bij dit model ben gekomen. Toen dacht ik, maar het is ook ondemocratisch als je de bepaalde districten weggecijferd worden. En die mensen hadden alle recht in DNA. Weet je, laat me naar een gemengd systeem gaan. Hoe ziet dat systeem eruit? Toen heb ik heb gekozen voor een districtenstelsel voor 10 zetels. Elke district krijgt 1. Coroni 1, Paramaribo 1. Op basis van het stelsel dat in de grondwet 61 beschreven is. Namelijk evenredigheidsstelsel per district. En daarbij heb ik de regels die daarmee samenhangen ook verder gewijzigd in die wijzigingswet. En blijven er 41 over landelijk. Toen dacht ik kan kiezen, die 41 landelijk, helemaal landelijk, klaar. Maar daarmee was je weer districten weg. Toch? Want er zijn veel meer mensen in Paramaribo waar ik om te stemmen.
Weet je wel? Ik zeg nee, dat moeten we desnoods alleen als tussenoplossing, zolang ze niet sterk genoeg zijn, weer opdelen. Daarvoor hebben we dan gebruikt. Ik heb dus gedacht aan kiesgerechtigden, kiesregio's. Dat begon te spinnen in mijn hoofd. Kiesregio's hoe? En je moet een stukje landelijke evenredigheid hebben. Dus ik zeg maar wat hoor. Jenny Simons is van Paramaribo. Maar ze zin heeft, mag ze, of als ze de partij er wil voordagen voor Marowijnen. Mag dat, gelet op dat, die 41 zetels. Dus er zijn dan 10 met districtenstelsel en 41 landelijk. En om het voor stemmers en het organisatorisch goed te maken, heb ik dus kiesregio's gemaakt. Dat is in het model te zien. Waarbij ik zie 9 kiesregio's. 6 kiesregio's zijn er. En die via het stelsel van landelijke evenredigheid ga je de kandidaten kiezen. En de kiesregio's zijn eigenlijk, hebben we gekeken naar districten en resorten, zijn zodanig opgesteld dat er verschillende districten in een kiesregio kunnen zitten. En zodanig ook dat voor binnenlandse zaken het geen probleem is. Doordat je met resort hebt gewerkt, blijven die stembureaus hetzelfde. Dus voor de organisatie is het niet ingrijpend. En doordat je de kiesregio's, de resorten zitten in districten. Dus politieke partijen zullen nog een beetje gewend aan het systeem van districten. Hebben niet te veel afwijking. En is zo dat model tot stand gekomen waarbij de normen van het constitutioneel hof gehanteerd zijn. Waarom ik het ook dit benadruk van die grenzen. Ik heb modellen gezien van een paar politieke partijen in concept. En onder embargo, dus ik ga geen namen noemen. Maar die modellen houden geen rekening met de grenzen van de kiesdistricten. Dat 24 vervallen is. Men negeert de onverbindendheid van 24. Men praat nog uit het concept van Paramaribo, Wanica, Salamaca bestaat niet meer eigenlijk. Voor wat betreft elections. Niet voor wat betreft bestuurlijke districten, zoals ik ze wil noemen. Om het onderscheid te maken. En maar voor wat betreft... Dus ze willen dat deel niet loslaten? Nee, ze willen het niet loslaten. Dat haal ik uit de modellen. Hmm. Want als je dat deel niet loslaat, kom je inderdaad op alleen maar verschuivingen van zetels. Mm-hmm. Van de Maribo 22 zetels, geloof ik. Dus op die manier. Ja, dat dan nog, dan heb je niet voldaan aan het vonnis van het constitutioneel hof. Want ja. 24 is onverbindend. Mm. Je behoort daar rekening mee te houden. Maar het is typisch voor politieke partijen overal in de wereld. Dat ze alleen maar aan hun eigen partijbelang denken. Ze zien alleen maar hun partijen zetels verliezen, geloof ik. Omdat ze niet out of the box kunnen denken. Dus ze kunnen ook niet out of the box een goede campagne opzetten. Waarbij je gewoon dezelfde winst haalt, minstens. In dit systeem dan in dat andere systeem. En, er is wat water voor u daar. Hè? Oh, dank je. En het doel wat ik wil bereiken met zo'n aanzet, is dat er een eerlijke discussie moet komen. Maar wat, sorry voor het onderbreken, maar prachtig dat u dit doet, want ik verwacht niet anders van u, want u bent, het zit helemaal in uw genen. Dat van die verkiezingen organiseren en zo. Maar waarom hebt u er niet voor gekozen om dit bijvoorbeeld in een soort van bredere sessie te doen? Ik heb ervoor gekozen. Los van Stanius en Bakanatori, met politieke partijen. Ja, ik heb ervoor gekozen. Een discussiemiddag zo. Vanwege bijzondere omstandigheden, laat me maar zo uitdrukken. Maar men luistert naar u toch? U bent op dit stuk gezaghebbend. Ik weet niet of men naar me luistert. Politieke partijen hebben gewoon een hekel aan me, vooral die van de coalitie. En dus ze moeten het maar zelf weten. Ik heb alles al gehad in mijn leven wat ik wilde. Dus ik wil voor het volk werken. Dus laat me Siberisch koud of ze morgen bezig zijn zonder mij of niet. Hun debakkel zal blijken als ze me nodig hadden of niet. Weet je, dus dat klinkt misschien arrogant. Maar als je
niet volwassen ben om expertise te erkennen, wat men echt in andere landen ook keihard erkent, omdat ze de top willen bereiken. Maar alleen maar kijken of je van iemand houdt of niet. En de persoon weglaat. Maar die oppositionele partij... En niet eens de echte... De oppositionele partij kijkt ook niet naar me, als je het hebt over NDP en BEP. Serieus? Anders hadden ze me toch geraadpleegd. Zo simpel is het. Nou breek mijn klomp. Dan breek je klomp, zo is het. Dit idee en mijn gedachten en mijn gedrag en mijn beginselen, vooral mijn fundamentele dingen, passen niet bij politieke partijen. Ook niet bij de NDP. Het is heel teleurstellend. Politieke partijen moeten maar meer kijken naar het nationaal belang. Dan zijn ze voor het volk bezig. Ik heb discussies gehad met partijen toen het van er pas uit was. Al die partijen hadden het over zichzelf. Dan me laat zetel drapen. Ik zie mijn partijbelang niet uitgedrukt. Maar stel me niet, veroordeel mij niet als ik deze vraag stel. Maar misschien bekijk het via hun bril. Had u iets anders verwacht van politieke partijen? Want uiteindelijk gaat het toch om de knikkers om uiteindelijk als partij weer aan de macht komen. Om jouw denken te kunnen verliezen. En terecht mag je aan de macht komen. Maar dan op democratische wijze en op rechtvaardige wijze. En een rechtvaardig systeem. Oké. Maakt mij niet uit. Ik bedoel, je wil macht om te kunnen besturen. Ja, ja. En dat is helemaal legitiem. Maar waarom moet het ten koste gaan van nationaal belang, de democratie en rechtvaardigheid en de eerlijkheid? Waarom moet het op grond van een oneerlijk systeem? Dus omdat je door al die jaren heen geleerd hebt dat systeem te manipuleren. Dus ook alweer aan de macht komen, wat begrijpelijk is als partij, moet je niet alleen maar naar artikel 9 kijken, maar evenveel ook. Naar 24. Ik heb discussies gehad op mijn app vandaag, waarbij figuren... Ik wil niet eens een indicatie geven welke figuren. Figuren gewoon aangeven dat nergens in het constitution, in het vonnis van het Hof, staat dat 24 onverbindend is. Dan breekt mijn klomp. En we praten over juristen van politieke partijen. Die met dat soort nonsensicaliteiten hebt. Ik heb ook gezegd hoor, ik heb geen zin om te discussiëren met amateuristische mensen. Daarvoor ben ik, I'm too far for it. En het ergert je gewoon, en ik weet dat ik nu een beetje arrogant klink. Maar laten mensen hun beperkingen erkennen. En met me discussiëren, dan gaat het prima. Maar als je beperking niet wil erkennen en nonsens begint te verkondigen dat het Hof nooit artikel 24 geoordeeld heeft, dat het in strijd is met de grondwet en internationale verdragen, heb je dat vonnis in de eerste plaats nooit gelezen. En dan word ik wel boos. En dat zijn die figuren die de partijleiders adviseren. Ik bedoel, wat gebeurt met ons land? Ik wil niet lachen, maar jij laat me lachen. Waarom laat ik je lachen? Omdat je ook lacht. Nee, ik vind het gewoon leuk wanneer u echt Jennifer Silas bent. Ja. Ja. Maar het is wel zwaar om Jennifer Silas te zijn. Ik vind het goed als u dat ding gewoon zo uitlegt. Omdat ik weet dat dit zal zorgen of reacties zal uitlokken. En eigenlijk... Als je het mij vraagt, die ideeënbotsingen, die zijn goed. Ideeënbotsingen zijn goed. Die zijn goed. Maar zijn Surinamers, vooral politici, in staat om ideeënbotsingen fair en eerlijk en sportief te doen? Ik zal me niet verbazen dat ik nu al ben omgekleed op social media. Dus dat zei we, ze gaan me verguizen. But I'm still doing it. I don't do it for those people. I do it for my country, you know. En okay, dat is het verschil. Ik heb alles uitgelegd over het nieuwe model, want ik wil de mensen laten bellen. Dit heeft met ons te maken, met bellen. Met die verkiezingen. Ja. Timmy, hebben we dat ding hier van de toestand hier geregeld met dat ding? Het is elke keer een hoofdpijn met dat WhatsApp ding. Ik vind dat de mensen die met WhatsApp willen bellen, ook die ruimte moeten krijgen als ze bellen dat... Ik hoop dat dat ding werkt hoor. Ja, maar niet iedereen heeft een vaste telefoon niet hoor. Ik heb het gemerkt. Ik heb gemerkt dat de mensen tegenwoordig... Is het duur? Is duur, no? Mm-hmm.
Oh. Die rekeningen zijn duur, toch? En dan moet je nog je andere telefoon ook nog... Opwaarderen. Ja. Maar eigenlijk is de kwaliteit in het land om te leven is weg. Is zoek. Het is weg. Het is... En daarom moeten we dit snel regelen, hè? Die regeling. Ja. Ja. Om er een nieuw bestuur krijgen. Er moet een nieuw bestuur komen en als het kan, nieuwe leiders. Maar dat zie ik niet binnen 2 jaar. Daarom ben ik bezig met iets anders. Ik ben al bezig met iets anders. We zijn nog in de uitzending, man. Ik weet het. En daarom je bent met iets anders bezig. Daarom zwijg ik. En ik denk toch niet dat u dat aan mij gaat zeggen, dan ga ik u laten weglopen. Je kan me buiten de microfoon vragen. Nee, wat ik hier gaat die mic niet uit. Nee. Ik ben met een politieke partij. Nee, wie ik? Een politieke partij. Het alternatief wordt opgezet. Nee. Absoluut niet. Ik wil niets met ego's te maken hebben van wat kan het dan anders zijn als je zegt ik ben met iets bezig? Het plan van mij gaat in 2030 duidelijk zijn. Dat is wel een visionair, moet ik zeggen. Ja. 2030? Ja, 2030 gaat dat plan. Ga je de uitkomsten van dat plan zien? 2025 mis, denk ik niet. Hmm. We gaan iets fundamenteel... Waar moet ik aan denken? Er moet iets fundamenteel veranderd worden aan dit denken, dit primitief denken, dit onvolwassen denken, dit... Ik ril er gewoon van. De onbeschaafdheid van dit land. Dan bent u toch naïef om te denken dat in 2030 zover zal zijn? Nee, omdat ik een plan heb van aanpak. Hmm. En ik kan nog niet... Ik kan alleen maar zeggen dat ik al 3 of 4 docenten heb. Ik kan alleen maar zeggen dat ik de eerste fondsvorming heb. Oh, ik weet het. U gaat een scholingsinstituut opzetten. Ja, en ik denk aan in zijn algemeenheid. Ik ga het toch even globaal zeggen. Dat denken we mee. Mensen van 40 tot 50 moet ik zien te enthousiasmeren. Mm-hmm. Om in die politiek te willen gaan. Om over te nemen van deze oude bokken die ons land verzieken. En het kader van 30, 40 moet ook meegeschoold worden, getraind worden, gepusht worden. Ze willen niet. Omdat er een gap is, no? Er is een gap. En wat krijg je? Alleen de schapen van die leiders komen aan bod. Gevolg, waardeloze ministers, waardeloze DNA-leden. Dat is wat met ons land gebeurt. Dat is het. En dat, daar wil ik, voordat ik mijn ogen voor goed sluit, wil ik dat wel doen nog voor mijn land. Ik weet niet wanneer ik mijn ogen voor goed ga zetten. Mijn familie leeft lang. Want ik zie ze worden aan het vieren en zo. Maar in ieder geval, you never know it when it happens. En wij kunnen dit land, geef dit land niet over. Dat gedicht heeft me gedacht. Als je niets doet, Jennifer, geef je dit land over. Wie is... Ik ben, iedereen mag het weten, ik ben 68. Generatie na mij, wie is daar? I don't see them. Generatie daaronder, ongeschoold. Matig. Is dat de toekomst van Suriname? We hebben geen toekomst op deze manier. Wel, ik ga proberen mensen te krijgen, uit vrije wil, die we gaan trainen in integriteit. Dus 40 en 50. Vooral 40 en 50, want zij moeten nu gaan overnemen. Ik wenste wel dat ik die bullen al had. Want dan weet je hoe je ze gaat trainen en waar je ze naartoe traint. Dat is een geheim. Maar dan moeten ze overnemen. Maar het is een langdurig traject, omdat de 40-50'ers al gebakken zitten ergens. En absoluut niets met de politiek te maken willen hebben. De eerlijke. Die boefachtige mislukkelingen, die willen wel. Want politiek is de enige weg voor hun. Je merkt het toch al, ik ga niet... Je bedoelt geboefte. De geboeften, die willen wel. En, maar de mensen waar ik het over heb, zijn integere mensen, intellectuele mensen, volwassen mensen, beschaafde mensen, well-educated mensen. Integere mensen. Integer vooral. Corruptie moet weg. En voor die groep van 40, 50, die krijgt een behoorlijke screening, psychologisch ook. En die gaan we klaarstomen. En het is possible. Het is possible. Omdat, daarom zoek ik ook naar die deskundigen die dat kunnen. Denken jullie aan die Amerikaanse instituten, dan ben ik klaar. Hmm. I have a dream, doet me denken. Hey, Martin Luther King is een van die dagen zou jarig zijn, 15 januari.
Okay. Eenmaal je daarover praat. I have a dream. Gelijk aan de dream. Dus eigenlijk praat je over de Suriname dream. Ja. That one day we will have new leaders. We'll have new leaders. With integrity and everything. With integrity, yeah, okay. And honestly. Mm-hmm. And not with nepotism and racism. Ja. Ja, dat is wat we kennen. Mensen, ik heb hier bij mij zitten Jennifer van de Exilos. Ze is op de tour van vernieuwing niet alleen het kiesstelsel, maar ook ons denken, ja, zegt hij. En daarmee zet ze ons aan het denken. Gaat u maar bellen. 547-330. Bel en geef jouw mening. Unofomi Baya, mijn telefoon heeft nog een bram. Maar dat heeft te maken, we zijn maar in de kinderschoentjes. 547-330, 8781-482. Dat zijn de twee nummers waarop u ons kunt bereiken. Belt u niet op mijn privé-nummer. Ik ga niet kunnen opnemen, nog apps lezen. Dus doet u mee, participeer. Die mevrouw zit hier als Chinfa Dotti. En ze zegt, ze is zo lang voorzitter geweest van OKB. Ze zegt van, ik kan niet aan de kantlijn blijven staan. Ik moet inkomen. 547-330. Ik heb de eerste persoon onder de knop. Oh, die is weg helaas. Je moet wat geduld hebben als je belt hoor. Goedemiddag. Oh, die is weer weg. 547-330 is het nummer. Nogmaals, 547-330. Laten we even luisteren. Goedemiddag. Ja, kleine Marco van Berlijn. Goedemiddag in de studio. Goedemiddag, Marco. Ja, dus wat ik wil zeggen is... ik neem aan dat je een specifieke... ...20 wil, dat een fundamentele ontwikkeling plaats moet vinden in Suriname. Want fundamenteel onrecht wat ons wordt aangedaan is niet te accepteren. Vooral nu in 2023. Ja, maar ik neem aan dat je een vraag hebt, Marco. Oh, dat is jammer. Hij heeft geen vraag gesteld. Hij zegt er moet een fundamentele verandering komen. Maar ik denk dat we daar met z'n allen over eens zijn. Is er een vraag over het model uitgelegd door mevrouw Silos? Zijn er voorstellen? Laten we samen nadenken hierover. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag, meneer Limbo en mevrouw van de Silos. Goedemiddag. Kan het wat luider, alsjeblieft? Ik zeg goedemiddag, meneer Limbo en goedemiddag, mevrouw Silos. Goedemiddag. Uw naam is? Ja, Gerold. Gerold, ga je gang. Ja, ik ben blij met die initiatief van mevrouw De Silos. Maar ik wil erbij vragen, ik weet niet hoe dat in elkaar steekt. Ik heb zelf een meerjaren nationale ontwikkelingsplan 2025. En ik zou graag met mevrouw Silos, tenminste, ik wilde dat vragen als zij inzage in wil hebben. Om te kijken als het dan in haar lijn past. Hallo? Ja, ik heb het gehoord. U vraagt of ik samen met u naar uw nationaal plan wil kijken. Wil kijken. Naar, ja, naar de mijne. Want misschien past het in de uwe. In de uwe. En het kan best wel zo zijn dus dat we elkaar op dat gebied kunnen vinden. Het zou kunnen. We hebben alle denkers nodig. We gaan ze nodig hebben. Het is nog precies. Een embryonaal plan. En dus, maar het duurt waarschijnlijk nog 2 maanden, denk ik, voordat het curriculum alles in orde is. Ja, maar wat ik eigenlijk vraag is, als ik dat aan u kan brengen om in te lezen, hoe zit dat? Je heet Gerold en die stem klinkt me bekend. Is het de Gerold die ik ken? Ik weet het niet. Nee, dat bent u niet. Belt u naar 420-837, morgenochtend. Wat niet zo snel. 420-837, dat is het kantoor van de Exilos. 837. Als u tegen 10 uur belt, krijgt u me. Oké, 420-837. Goed, dan is dat opgelost. Succes. Ik dank u. Succes bij het gesprek morgen, ja, met mevrouw Silos, dat was meneer Gerold. Dat is duidelijk. Hij heeft zelf ook iets geschreven. En hij wil kijken hoe ver het matcht. Goedemiddag, ik ben in de uitzending. Goedemiddag. Ja. Maar. Ja. Weet je nou weer?
Hallo, hallo. Uw radio is één te luid. Mensen op de achtergrond zijn bezig. Wat is uw naam? Arman. Hallo. Ik ben meneer Arman. Ja, meneer Arman. Goedemiddag. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met u? U valt uit. Die verbinding is slecht. Meneer Arman, bel die terug hoor. Anders verliezen we tijd. 547-330 is het nummer. Of 87-81482. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag, meneer Limburg. Dat is OG. Ja, goedemiddag. Stel je vraag maar, we luisteren. Bij deze, meneer Limburg. Want we moeten dan, om te zeggen, elkaar kunnen aankijken, zoals meneer, mevrouw. En ook een goedemiddag aan mevrouw Silos. Dank u wel. Zoals mevrouw Silos aangeeft, om een goed Suriname te maken, moeten we elkaar in de ogen kunnen aankijken, best. Wat ik hier daarmee wil aangeven, dat ook mevrouw Silos gefaald heeft de 10 dagen. Wanneer het ging om een president voor een rechtbank uitdagen. Ik bedoel, zo'n advies zou nooit mogen geven. Wat ik hier aanstaat is internationaal te vergelijken. Er is nog nooit in de wereld voorgekomen dat een president in, let wel, in het ambt voor een rechtbank staat. Mijn broeder, op dat moment bestaat de grondwet niet meer. De trias politica is uit elkaar gehaald. We praten hier over het staatshoofd. Dat wil zeggen het ambt dat het allerhoogste is. Daarom zweert de rechter trouw uit handen van de president. Omdat de trias politica is ingedeeld in de wetgevende, de uitvoerende en dan de rechterlijke macht. Oké, maar kunnen we terugkomen op dat van de kiesregeling alsjeblieft? Ik geef aan waar de dingen fout zijn gegaan. Maar ik ben u erkentelijk. Dank u wel. Dus je hebt geen vraag over die kiesregeling? Dat is wel jammer hoor. Wil dat ook niet uitweiden over andere dingen? Ik stel voor mensen, stel die vraag over wat gezegd is. Misschien heb ik hem niet begrepen. Maar ik hoor een takkie over. Terras aan iemand anders gaan we dat accent ergens verleggen. Goedemiddag, ik ben er een uitzending. Goedemiddag, tot de heer Deel. Meneer Deel, ga je gang. Kijk, ik wil mevrouw jij niet vragen toch? Kijk, nu heb je assemblee die iedereen moet behandelen. Maar nu, stel dat er een assembleelid komt te overlijden. Er is geen hoofdstembureau. Die regeling nummer 24 telt niet meer. Hoe gaat men dan een nieuwe lid toelaten? Dat wil ik van mevrouw iemand graag weten. Hoe een nieuwe lid wordt toegelaten? Want kijk, heel wat mensen dat raadsleden zijn overleden. Maar ze kunnen ook worden toegelaten. Dus hoe gaat men dan een assembleelid toelaten? Oké, dankjewel meneer Bijl, ga die gang. Kun je uitleggen, de mensen die nu gekozen zijn gekozen op basis van de kiesregeling die er in 2020 nog alle artikelen geldig had. En dat betekent dat op basis van, dat alle mensen die gekozen zijn, geldig gekozen zijn tot aan het einde van de zittingstermijn, laten we zeggen, van de DNA. En dus als nu een assemblee komt te ontvallen wegens overlijden, dan zal het Centraal Hoofdstembureau haar werk doen. Het Hoofdstembureau en het Centraal Hoofdstembureau, die toen op basis van die geldige wet in elkaar gezet is, en benoemd is geworden, sorry. En de assemblee is op basis van die geldige wet benoemd. Dus niets is van wat er gebeurd is in 2020, niets is ongeldig. Alles is geldig. Oké, hopelijk is dat ook duidelijk. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag. Ik ben in de uitzending. Ik heb veel gezegd, dan zag ik ook hier aan radio. Wat is uw naam, meneer? Meneer Sarah. Gaat u gaan, we luisteren. Ik wil het nummer hebben. Op dit moment, ik ga straks een paar doorgeven hoor. Dankjewel. Het appnummer is 87-81482. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Ja, veel meer. Mevrouw Simon, mevrouw Jenny. Maar mij heeft die mensen die benoemd toch? Die doen allemaal niet de president, die ze allemaal bedankt. Er zijn momenteel geen enkele hoofdstembureau zijn momenteel toch? De president is allemaal momenteel bedankt, dan wilde hij doen. Luister, een behoorlijke regering zou werken
met het reeds benoemde hoofdstembureau. Alleen een onbehoorlijke regering gaat hoofdstembureaus vervangen, terwijl die andere nog zijn werk moet afmaken. Hoofdstembureaus zijn, voor het eerst heb ik het gezien in de 20 jaren dat ik OKB leid, dat hoofdstembureaus vervangen worden 5 jaar voor de volgende verkiezing. Is altijd een jaar voor. En dat is het. Daar zit het fout. Niet in het systeem, maar in het gedrag van deze regering. Dank u wel. Goedemiddag, u bent er de uitzending. Ja, goedemiddag. Middag tot wie? Ja, in Almere. Gaat u gang? Ik heb een vraag. Hè. Mevrouw Silos, u draagt de titel volgens mij van meester-dokter. Hè. Is er misschien ook geen mogelijkheid, toch, om een wet ook, als het ware, toe te voegen, dat de politieke partijen gaan dwingen, toch, om ook mensen met intellectuele achtergrond of met een universitair graad toch op een kieslijst te zetten? Wat willen intellectuelen aan het hoofd van het bestuur hebben? Zodat wij ook er vanaf zijn, net zoals u daarnet ook gesproken heeft over de geboefte die steeds weer de politiek in willen komen, om dat een beetje in te dammen. Weet je, ik weet dus, dat was mijn vraag, als er een mogelijkheid is om de politieke partijen te dwingen om intellectuelen op hun lijsten te plaatsen. Dank u wel. Dank u wel. Ja, we moeten gaan inderdaad naar profilering van kandidaten. Het is ergens in de grond, dat zijn een aantal dingen genoemd hoor. Gevangenisstraf. Enzovoorts. Maar we moeten gaan naar verfijnde profileringen. En onze instituten moeten sterk zijn. Als mensen van ze hebben, in binnen- of buitenland, mogen ze niet op de kandidatenlijst komen. En dat is gewoon een norm. Ik weet nog gevallen waarbij ik in discussie ben gegaan met het Centraal Hoofdstembureau over die lijsten moet uiteindelijk zeggen, iets te zeggen heeft. En als andere instituten vinden dat ja, het gebeurt en het was al gebeurd en het is gebeurd, dus ik laat het maar. Dan krijg je dit soort rare ontwikkelingen in Suriname. Wij die in de instituten zitten, moeten ervan doordrongen zijn dat de invulling en de kracht van zo'n instituut afhankelijk is van de kracht van jou. Van jou als individu. Maar de meeste individuen beseffen hun kracht niet en hun macht niet. En ze zien zichzelf als een verlengstuk van een politieke partij. En dan heb je de papa aan het dansen. Ja, dan heb je zwakke instituten die zich laten voorkomen door een minister of door een president. Terwijl je de election person bent die onafhankelijk is en autoriteit heeft in het election gebeuren, in het verkiezingsgebeuren. En dat moet goed doordrongen zijn. En daartegen heb ik ook al die jaren gevochten en daarom ben ik blij dat ik kan zeggen, de 20 jaren dat ik op OKB heb gezeten, heb ik OKB neergezet. 20 jaren. Als een krachtige instituut. En daarom was ik binnen de kortste keren bedankt. Niet binnen de kortste keren, 20 jaar. Nee, door die zin. Ik moest aantraden, was ik weg. Ja. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Ja, goedemiddag, heer Limburg. In Limburg. Mevrouw Jennifer van Dijk, mijn complimenten tot Van der Sand, Duchesne. Oh, dacht het. Oh, dank je. Het is een hele eer als Van der Sand mij complimenteert, hoor. Nee, en eerlijk waar, ik dacht, die Garoshini leest een concept. Ik ben benieuwd wat hij vindt. Inderdaad, ik heb het pas vanmiddag gehad van Limburg. Uh-huh. Dus ik heb het nog niet diep gaan bestuderen, maar het smaakt, het leek mij bijzonder evenwichtig en het doel waarvoor u het wil doen, een snelle beslissing, althans een snelle model waardoor we de verkiezing in 2025 kunnen houden, ja, dat is terwijl het voldoet aan de uitspraak van het Hof. Dat is wat we moeten hebben. Dus het punt is dat wat mij betreft, mijn complimenten daarom, omdat dit een basis geeft om verder te kunnen gaan op een snelle wijze, zodat duidelijkheid komt, althans op tijd duidelijkheid komt,
voor de mensen die deel moeten nemen aan de verkiezing. Dus technisch ziet het goed uit. En ik heb natuurlijk nog niet de verhoudingen bekeken. Maar het lijkt me wel een correct ding. En trouwens, u bent deskundig op dat stuk. Omdat er een aantal andere artikelen ook mee moest worden genomen. En dat heb ik gezien. Dus op grond daarvan kan ik zeggen dat het mij lijkt dat het evenwichtig is. Hele. In ieder geval, ik ga het goed verder bestuderen. Mijn complimenten. Bedankt. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Nog een vraag, Jennifer. Want ik zat te wachten op 14 augustus, 14 januari. Ja, klopt. Waarbij dus als ik je goed heb begrepen, dan gaat dat niet door. Dat gaat niet door, nee, helaas niet. Helaas zal dat niet doorgaan. Koekaring vanwege bijzondere omstandigheden. Ja, oké. Mm-hmm. Dan begrijp ik dit concept nog meer. Ja, daarom ben ik... dacht ik, wat ik heb gedaan, ga ik publiceren. Ja, niets ja, en niemand houdt me tegen. Ja, want daarom dan begrijp ik het nou niet beter. Ja. Aboem, bedankt. Wow, contact. Oké, dankjewel meneer Van der Zang. Hoi, hij heeft natuurlijk ook gerekend zich terugvinden in het initiatief. 547, ik hoor mensen bellen op het andere nummer. 547-330 is het nummer. Toch? 547-330. Er zijn ook apps, maar je moet half 5 uur, no? Ja, dat is nog half uur. Ach, ja, we gaan kan niet om 5 uur. Nee, dan niet. Kwart voor 5. Oké. Terwijl de mensen bellen, zijn natuurlijk ook heel veel apps. We gaan eerst naar deze persoon luisteren. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Goedemiddag, dat is mevrouw Albertine Klarke. Hoi. Mevrouw Silos. U bent voor mij, wat dit aspect betreft van onze samenleving, u bent het alleen, senior. U bent alles wat we nodig hebben om dit in orde te maken. En ik zeg dit omdat de samenleving moet verstaan om zoeken partij. Nou, dat u bent gevestigd en dat geeft al genoeg aan dat wij dankbaar moeten zijn. Dat head-on, je pak je aan. U bent niet zomaar, u bent niet ieder. We hebben allemaal onze kleine kleur. Haha, zomaar Nabi, u praat tot Albertine toch? Maar, dit aspect, waar het over gaat, zoveel tamtam. En dan gaat Jennifer van Dijk Silos opstaan om de samenleving te trekken uit hun winterslaap. U bent geweldig. Ik heb niet meer te zeggen. Mijn lobby, omdat je bent een wetenschapper vanuit je hart. Er zijn wetenschappers vanuit hun hoofd. Maar u bent een wetenschapper vanuit uw hart. En naar Ati Egilibi. En nu is Egilibi. Ede is je besturing, maar naar Ati Egilibi. En dat bent u wezen te doen met Suriname. Ik bedank u vanuit mijn hart, mijn schatje. Okay. Ik vind het geweldig dat een mevrouw als Albertine Klarke gereageerd heeft. Dank je hartelijk, is een riem onder mijn hart. Ik ken u niet persoonlijk, maar ik heb natuurlijk, weet ik veel van u. Ik heb laatst nog een interview met haar gehad. Ik heb laatst nog een vraaggesprek afgenomen. Oké. Okay. Ik ga het voor u opsturen. Interessant. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Lembo Faygo. Cool, wie is dat? DC Nerkus. Hey. DC Nerkus. Wat zit er zo gaat met u? Goed, dank u. Ik heb dat eens doorgenomen en ik sluit me aan bij meneer Van der Zang. Beste complimenten binnen. De eer aan dit eetang en maar Gisboom. Dank u wel. Gisboom, echt. Ik heb het gelezen. Ik heb het een paar, keer doorheen gegaan. En ik kan mezelf erin terugvinden. Dank u wel. Is goed. Die ondersteuning hebben we nodig. Dat hebt u altijd. Wie van mij heeft het? Okido, dankjewel, meneer Nerkus. Ik hoor niet echt, stel niet echt vragen, hoor. Begrijp je dat ding wel? Misschien zijn mensen stil. Goedemiddag, je bent er de uitzending. Ja, meneer Lembo, dan gaan profeet voor Abrabeltje. Mevrouw Van Dijk Silos, profeet van actie was aan. En ten voor meneer Ronald Peinitian, als aan het late slaat. Om mijn lezing, meneer Ronald Peinitian, ben belly,
fiorie die a combinatie voor de lever de stukken in. Om me lezen, president Ronald Trinity en Ben Belly. Maar profiet. Om me lezen. Maar profiet. Ja. Ik denk eens aan mij dat dat nou, de na orde nou nou dit ook. Ja, maar me want, als aan dat me want, sabi toch. Want anders had drama ook de kmiko alex sabi want dat over want rasani. Nou, maar pis dat je me wat actie mevrouw Jenny, mevrouw Silos. Ja, oké. Okay. Zal een uitzondering maken hoor. Dankjewel. Ja. Ik weet niet waar hij naartoe wil, maar op dat moment was ik de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, Onafhankelijke Verkiezingsautoriteit. Waar wil hij naartoe? Hij wil naartoe toen een combinatie te laat was. Ja, dat zegt en hij. En ik heb gezegd, laat is laat. Mm. De wetgeving is daar. En welke politieke partij bestuursmacht wil, moet proberen zich aan de wet te houden. Ja. En als dat nog steeds een probleem is, van 2010 naar nu, hoeveel jaren? 12 jaren, dan moet men maar naar in therapie gaan, bij psychologen of zo. Mm. Laat is laat. We zijn zogenaamd zo geweldig democratisch. We willen volgens de wet leven. En bepaalde mensen die vinden dat ik de wet de hand had moeten lichten. Toen was Front aan de macht. Was het NDP die laat was, had je niets meer gehoord. Want NDP was in de oppositie. En dat heb ik toen ook toen aan de president gevraagd. Als er de NDP was, moest ik dan nog die hoofdstembureaus openhouden. Mm. Sorry, ik ben zit zo in elkaar. Het is niet geweldig goed voor bepaalde mensen die anders denken. Maar ik ben recht toe, recht aan, objectief, integer. Ik probeer heel integer te zijn. Laat me dat zo zeggen. En de kwestie van laat is relatief te maken met integrity, met integriteit. Ik was toen, zat ik in de adviesraad van de NPS. Maar nu dwingt u me, want Macharabal, dus daar ga ik u ook een vraag stellen. Want ik heb mensen ook horen zeggen... Zie je wel, dus dat bedoelde de jongens van de ABOP, want ze is daarna minister geworden. Ja, maar dat komt omdat ze alleen maar kunnen denken in giften en spiegeltjes en kraaltjes die je krijgt. Ik ben daarna niet minister geworden, dat is een rommel. Dit speelde in 2010. 2015 ben ik gevraagd en heb ik één dag voor mijn beëdiging ja gezegd, omdat ik er niet veel zin in had. En liever was ik daarmee gebleven. Zeg ik nu achteraf. Nee, laat die mensen ophouden. Ze doen alsof, zoals meneer Brila zei, iedereen is omkoopbaar of weet ik veel wat ik gezegd. Iedereen is een crimineel. Ik wens niet bekeken te worden vanuit dat soort visies. Ik ben een hele integere vrouw. Ik heb natuurlijk ook mijn onintegere dingen, maar dan moet je ze goed gaan zoeken. Want ik heb ze gewoon niet. En wanneer men denkt vanuit een vies, onrein geweten, denkt men dat anderen ook onreine geweten hebben. Man kan me niet bozer maken met zijn vraag. Maar ik denk niet eens dat dat de bedoeling was van weet meneer Weet niet profiet. Wat hij bedoelt. Nou, serieus. Ik denk niet dat hij gebeld heeft om me te triggeren. Hij heeft me getriggerd. Nee, ik denk dat hij het goed wil weten. Alleen hij dwaalt een beetje af. Maar ik werd gebeld door de president, zoals elke OKB-voorzitter gebeld hoor. Meneer Feliciano? Ja, hij heeft me gebeld. Hij heeft me meer maar gevraagd. Maar niet om te dirigeren, want ik ken niet. Hij zou me niet kunnen dirigeren, hij heeft me ook niet gedirigeerd. Mm. We hebben een discussie gehad. Ja. Moet het wel, kan het niet een beetje langer? Dat was die discussie. Ja, ja, en toen ja. zei ik, president, ik bedel u, bemoeit u er niet mee. Maar president Bouders heeft ook gebeld van hou die stembureaus langer open. Ook niet. Niet? Nee, we hebben het binnen het OKB besproken. Okay. En ik heb de president gebeld. Ik wil het met u bespreken. Want kijk, bepaalde beslissingen, al heb je die bevoegdheid, moet je toch wel in spraak met de president doen. En hij landde net op zorg en hoop. En toen heeft hij gezegd, ik ben net geland, kan ik komen? Ik zeg, prima, kom, leuk. Want er zaten een paar ex-collega's van me zaten ook bij me daar te eten. Hmm. En toen kwam hij en toen bespraken we. En toen zei we gaan bellen, hier en daar, links, rechts. Hmm. En toen heb ik gezegd, oké, want hij twijfelde. Ik zei, er gaan veel mensen uitgesloten worden van stemmen. Hmm. Vanwege al die COVID-dingen en weet ik veel. Ja, ja, wat ja. voor domme maatregelen Binnenlandse Zaken had gemaakt. Daardoor heb je die rotzooi. En... ik weet niet veel, die mensen moesten 20 meter afstand. Allerlei gekke dingen. Dus je ziet aankomen.
Dat, en je checkt ook bij je toezichthouders. Per stembureau. Veel, nog geen 50% of 60% dat gestemd dat was gekomen. Nog niet. Ja. Nou, dus dat, daar worden zo'n verkiezingen toch een debakkel. Dus als men zegt dat Boutersom heeft gedirigeerd, is een leugen. Mensen, maakt u die vrouw niet boos. 547-330. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Ja, u bent wel. Meneer, meneer Bel, u nog kan bel drie lezen. Nee, hallo. Belt u één keer, twee keer gebeld, niet drie en zes keer. Dat gaan we gewoon niet doen. Afbellen en iemand anders de ruimte geven. Ja, ga zo. Afbellen en iemand anders de ruimte geven. Je kunt niet vijf keer bellen en drie keer. Ik kan. Hooguit twee keer dat kan. Ja, oké. Okay. Nou, je kunt niet zes keer bellen en vijf keer en drie keer. Dat wordt een beetje te veel. Ik heb nog zoveel vragen. Maar ik heb ook WhatsApps, WhatsApp vragen, mevrouw Silas. Ik ga toch niet in uw tijd, want ik moet nog de apps lezen. Goedemiddag, hoort u ons? Goedemiddag. Ja, ja, hoort u. Met ja. Richard. Tot wie? Meneer Richard. Meneer Richard, goedemiddag. Gaat u gang. Ja. Nee, mevrouw Silas, ik wil u zeggen, keep up the good work. Die ministers van nu, vooral die van justitie, kan een goede voorbeeld bij u nemen. Want de criminaliteit was helemaal niet zo erg als dit. Wie wil bellen voor later, laat u weet van welke kant het komt. Succes, mevrouw Silas. Keep up the good work. Ook meneer Limburg, daar... Bij u. Iedereen luistert nu naar u. Men, u bent niet bezig met partijdigheid. Zelf de oppositie luistert nu naar u. En ze willen bij u komen om te praten, want ze vertrouwen zichzelf helemaal niet. Dank u wel. Dat wil ik zeggen. Oké, goed. Ik merk dat er niet echt vragen zijn. Dank u wel, meneer. Laat maar even kijken wat er allemaal staat. Goedemiddag, meneer Cliff. We hebben meer oprechte Surinamers als mevrouw Silas nodig. Ze is een nationalist. Ik ben er stil van. God bless. Dank je. Jouw station is speciaal. Beste mevrouw Jennifer, ik ben bijna 20 jaar ingezeten in Suriname met een EU-nationaliteit en ik betaal alle soort belasting, noem ze maar op. Ik wil ook deelnemen aan de verkiezingen, maar we worden buitengesloten, terwijl we diaspora worden genoemd en hier geboren zijn. Ik had een stuk staarnieuws met reeds een insteek met het slavernij. Oké. Ik weet niet of we dat moeten beantwoorden die op dit moment. Middag Cliff, een vraagje. Wat zou de visie van de stemmer moeten zijn om voor een partij zijn of haar stem uit te brengen? Wat moet vanaf nu voor aan de komende verkiezingen meegegeven worden aan de stemmer? Ik denk niet dat mevrouw Silas daar antwoord op kan geven, hoor. Of moet geven. Goedemiddag. De mensen, de leken, moeten het stuk eerst goed lezen. Het moet eerst tot ze doordringen voordat ze goede vragen kunnen stellen. Dat denk ik ook, ja. Dat stuk is op Starnieuws, hè? Ja. Dus dan kunt u het daar lezen. Goedemiddag. Alleen belangrijke prominente bellen je vandaag. Heel mooi en belangrijk. Het jaar is heel goed begonnen. Nou, alle bellers zijn belangrijk, hoor. Vind ik ook, hoor. Alle bellers zijn belangrijk. We doen het niet voor de prominenten. Mevrouw Silas, u bent een voorbeeld voor de anderen daar. Die zich adviseur noemen. Oké, ik merk dat het niet echt... Echte vragen, dan had nee, jammer. Nee. Dat wil zeggen dat de hoofdstembureaus onder de vorige regering nog steeds in functie zijn. Die voorzitter alleen kan de raadsleden beëdigen. Wilt u even nog wat zeggen? Ja. Ik moet even dringend... De natuur roept. Ga u gang. Ja, overvalt me. Maar wat ik zou willen meegeven aan... De luisteraars. Laat het duidelijk zijn dat ik een aanzet heb gegeven met de hoop dat de discussie opgepakt wordt. En laten we, het is bedoeld om eigenlijk aan te tonen dat die kiesregeling makkelijk te wijzigen is als je het vonnis van het Constitutioneel Hof begrijpt. Ik herhaal dit omdat continu wordt gezegd dat zaken fundamenteel moeten worden gewijzigd en andere delen van de kieswetgeving moeten worden gewijzigd. De grondwet moet worden gewijzigd. Beste mensen, dat is een hele lange exercitie.
Dan hebben we in 2025 geen verkiezingen. Wat ik heb willen aangeven met mijn actie en dat ik deze dingen heb gemaakt, alleen met een klein beetje ondersteunend hulp van een cijfermatig iemand, iemand die safe goed is in zijn cijfers, heb ik willen aangeven wat een klein ding het is om die kiesregeling te wijzigen en artikel 61 grondwet aan te passen. Zodat de kiesregeling niet in strijd, gewijzigd, niet in strijd is met die grondwet. Ik heb willen aangeven dat alles wat je nu gaat horen over fundamenteel en resortraden moeten weg, en voor resortraden moeten komen, enzovoorts, of ik weet ik veel welke andere discussies er mogelijk zijn, dat het allemaal niets anders is, en dat zeg ik echt hardop, een scenario om de verkiezingen van 2025 niet te halen. Het zijn namelijk diepgaandere discussies waarvoor je meer tijd nodig hebt. En ik ben er helemaal mee eens dat inderdaad gekeken moet worden naar de wet regionale raden, naar de functie van resortraden, naar bepaalde artikelen in de grondwet die onze rechtsstatelijk denken ook wel tegenhouden. Omdat er tegenstrijdigheden zijn met nog andere dingen betreffende het kiessysteem. Ik ben er helemaal mee eens. Maar we kunnen op twee sporen werken. En dat is waar ik voor pleit. Nu dit, want zodat we 2025 halen, politieke partijen kunnen hun strategie aanpassen. Dan heb ik het over campagnevoering. Binnenlandse zaken heeft niet te veel werk met dit model. We kunnen zo alle stembureau letter of klapper, hoe ze het noemen, kunnen ze zo gebruiken. Want we hebben gewerkt met de resorten. En dan bereiken we ons doel dat we de verkiezingen dat we de verkiezingen kunnen houden. En terwijl er een andere commissie bezig is, voor mij partij die ook vandaag ingesteld bij wijze van spreken, en voor mij mag die bezig zijn tot 2027. Ja. Want dan zijn we op tijd voor 2030. Oké, wat hebben we nog meer? Kunt u mevrouw Silas vragen hoe de kiesregio's eruit zien? Kan ze dat aangeven? Dus welke resorten en districten voorkomen in welke regio? Naar de persona staan, nu eens kijken. De president van Guyana, nee, dat is niet voor dit moment, sorry. Oh, mijn microfoon was niet aan, sorry. Ik moet die vraag opnieuw stellen. Kan mevrouw Silas aangeven hoe de kiesregio's eruit zien? Sorry, mijn mic was niet aan hoor. Kan ze aangeven hoe de resorten en districten in welke... Dus welke resorten en districten voorkomen in welke regio, zegt u? En dan dat van Guyana is niet voor dit moment. Dan nog meer. Kunt u dat aangeven, mevrouw Silas? Ja, maar ik kan dat aangeven, maar ik zal alles noemen hoor. Het zal te veel zijn, hoor. Het wel veel, terwijl als die persoon een WhatsApp-nummer heeft, kan die persoon Star News kan ze downloaden. One man, one vote, one value. Zo heet dit stuk. Een model. Maar misschien kan ik even aangeven dat welk systeem we hebben gebruikt. Voor wat voor het betreft Paramaribo hebben we vanwege de populatie, vergeten jullie die norm niet. Het gaat ook om aantallen mensen die je bij elkaar clustert. Die moeten ongeveer gelijke aantallen hebben. Gelijkwaardige aantallen als je het vergelijkt met andere clusters. Dus ik heb gewerkt op basis van clustering van resorten. Dat was het handigst. Waarbij regio 1 en regio 2 zijn Paramaribo. Dus dan heb je in regio 1, ik ga even een paar noemen hoor. Blauwgrond, Mundering, viel weg naar het zeecentrum. Dat is samen 78.408 kiesgerechtigden. Regio 2, Beekhuizen, Latour, Pont, Buiten, Tamega, Flora, Welkeleden, nog steeds Paramaribo. Daar heb je samen 86.782.
regio 3. Livorno, Houten, Lelydorp, de Nieuwe Grond, Kwarasan, 78.779. Regio 4. Domburg, Noord, Para, Oost, Para, Zuid, Para, Carolina, Bij, Poika, Kwakkoegorong, Marshall Creek, Klaas Creek, Bronsweg, Sara Creek, Centrum, Brokkepoende, Tampanahoni, boven Suriname, boven Saramaka, boven Koppelname, Kabalebo, Kuruni. Lijkt erg veel, maar daar zijn er maar 57.000 mensen. Ik kies regio 5. Hebben we nu Amsterdam, Bakkimeer, Zorg, Alkmaar, Tamaregio, Margaretha, Albina, Galibi, Mungo, Wanhati, Paramaka, Mungo, Tulpo. Daar heb je 49.344 kiesgerechtigden. En dan moet je dat een beetje delen. Dan hebben ze daar samen recht op 4 zetels. En regio 6, ik ga straks die zetels noemen. Regio 6 is de laatste. Heb je Kwata, Saramakapolder, Tegenkrieg, Groningen, Yarikaba, Wayombo, Kampong Baru, Calcutta, Wageningen, Groot-Henaar, Oostelijke Polders, Westelijke Polders, Welgelegen, Totnes, Johanna Maria. Dat zijn 56.363 kiesgerechtigden. En die zijn goed voor 6 zetels. Dus dan zien we, als mensen houden ervan om dingen te horen, een beetje te concretiseren. Kiesregio 1 en 2 zijn eigenlijk Paramaribo. Heb je uit dit systeem 17 zetels en 1 zetel van het districtensysteem. Als u het heeft onthouden, dit zijn kiesregio's. Dat gaat om die 41 zetels die middels landelijke evenredigheid gekozen gaan worden. En dan heb je regio 3. Regio 3 is Livorno, Houten, is een deel van Wanica. Die heeft 8 zetels. Livorno, Houten, Lelydorp, de Nieuwe Grond, Kwarasan. Regio 4 is Wanica gecombineerd met Para, gecombineerd met Brokkepoende. En een deel van Sipa, Tapanahoni, boven Suriname, boven Saramaka. En toch heb je maar 57.000 kiesgerechtigden. Die zijn samen goed. Kiesregio is goed voor 6 zetels. En kiesregio 5 is meer Kommerwijnen, Marowijnen kan. Nu Amsterdam, Bakkie, Meerzorg, Alkmaar, Tamaregio, Margaretha, Albina, Galibi, Mungo, Wanati, Paramaka, Mungo, Tapu. 39.000 zoveel mensen. 4 zetels. En kiesregio 6, dat is een deel van Wanica weer, Kwatakan, naar Saramaka, naar Nikeri, naar Koroni. Daar zijn er 56.000 something kiesgerechtigden en is goed voor 6 zetels. Mensen, dit is maar een voorbeeld. Is maar een voorbeeld hoe je het kan doen. Ik hoop dat ik hiermee mijn bijdrage heb geleverd aan een goede, rationele discussie. Ik hoop dat als mensen met mij willen discussiëren, dat ze me gewoon contacten en me niet uitschelden op social media. Maar dan kom ik terug op dat van, wat ik, je hebt die vraag eerder beantwoord, maar misschien moet je toch wel in overweging nemen om een soort van discussiemiddag of avond te organiseren. Kijk, ik had het geprobeerd. Het zou op 10 december zijn. Dan weer op 14 januari. Ik wil niet te diep ingaan op dingen. Laat me het op bijzondere omstandigheden neem het mee in overweging. Ik zou dan naar een ander platform moeten uitkijken, denk ik. Ik weet niet. Maar ik heb er eigenlijk niet zoveel zin in. Want wat mij op is gevallen, de politieke partijen hadden tot vorige week nog niet geweldig gereageerd of ze zouden participeren. Nog die van de coalitie, nog die van de oppositie. En hun participatie nog is de nog de buitenparlementaire politieke partijen. Nu kan het ook zijn dat het misschien een beetje gelegen heeft aan de organisatie, aan onze kant. Dat kan, ik weet het niet. Maar het is dan wel opvallend dat er morgenmiddag een master session is, zoals ze het noemen. En wie organiseert het? Ik heb begrepen NDP, maar ik weet het niet. NDP organiseert? Ik weet het niet. Het staat niet. Het is wat ik hoor, zeg ik. Okay. En maar ik heb ook begrepen, het is NDP.
En Marriott 509 of zo. En je bent niet betrokken daarbij? Nee, ze hebben me niet uitgenodigd. En ik vind dit maar zijn... ze zijn wel op de hoogte van wat u... Ze wisten wel wat wij zouden doen. Dat is het hooguit vreemd, toch? Dat ja, zijn... en daarom zeg ik, ik weet niet of ik dat wil. Want als dit de reactie is van politieke partijen met wie ik contact heb gehad en erover heb gesproken en ze stiekem dit doen, ja, dan keer ik mijn rug om en ik praat dan rechtstreeks met het volk van Suriname. Ik ga me niet op hun niveau, ik ben een man. Niet pas begrijpen. Dus eigenlijk, als dat van, wat was het, 14 zegt hij door 14 gaan, januari, dan had ik de politieke dat partij. Dat zat u niet hier. Dat zou ik niet hier zijn, nee. Dan zou je ook geen artikels sturen. Nee, dat zou ik geen artikels. Dus oh, ik, pas, wat ik heb gedaan, het werk wat ik heb gedaan, als de politieke partijen denken dat ze me de pas afnemen door niet mee te willen werken. Door niet mee te willen werken aan het congres, waarbij je de buitenparlementaire en andere en de parlementaire politieke partijen zou ontmoeten. Dan denk ik, hey, laat me doen wat ik eigenlijk vanaf november zou doen. En dat is dit. Dit artikel bij Star News, een brede mediacampagne, zodat iedereen me ongeveer een beetje kan horen. En dat kijkt Suriname wat ze ermee doet. Dat is mijn houding. Maar toen dacht ik, weet je, je hebt de politiek nodig omdat het ding naar de assemblee moet gaan. Om aangenomen te worden. En je hebt de politiek gewoon nodig voor bestuurlijk werk. Zo, dat is het systeem van ons. Waarom probeer je niet met de politieke partijen te praten van de DNA? De buitenparlementaire politieke partijen heb je ook nodig. Want ze zijn ook stakeholders. Ze hebben meegedaan de vorige keer. Het ging om de partijen die de vorige keer hebben meegedaan. Dus zo is dat de gedachte begonnen. En bij de mensen een beetje gaan zoeken om te organiseren. Want ik zie mezelf. Ik vind niet dat Jennifer van Dijk Silos in staat is om massa in, op de been te krijgen. You never know. Ik weet het niet. Ik loop niet met mijn hoofd in de lucht. Ik ben met mijn twee benen op de grond. En ik weet niet als ik mensen begin uit te nodigen. Ik organiseer een discussieavond met natuurlijk mensen, deskundige mensen. Ik ben niet de enige die deskundig is op dit gebied. Deskundige mensen, dat mensen komen. En omdat ik dat daarvan niet overtuigd ben. Kijk, wie is Jennifer van Dijk Silos? Voor deze regering ben ik een paria. Een vieze, vuile paria. Je wordt genegeerd. But I doesn't care. I just state it. Ik zeg het alleen maar. Dus je weet gewoon dat je op een hele makkelijke manier geboycott kan worden. En dit vanmorgenmiddag is een boycott. Maar daar is er geen rugbaarheid aan gegeven, want ik dacht. Dat als ik weet het niet, ik heb het nergens gelezen. Nee, we hebben niet geadverteerd. Maar je hebt het ook nergens gelezen. We hebben politieke partijen uitgenodigd. En ze hebben simpelweg niet gereageerd. En dan word je geconfronteerd plotseling zondagavond met dat ding van morgen. Zie je hoe de politiek is? Heb ik zoiets van, hoe doe Usani als jouw concept niet conform het hof is, dat je de grondwet niet nageleefd, dat is jouw concept in strijd met de grondwet, dan ga ik nu met dat concept naar het constitutioneel hof. Ze zijn nog niet klaar met me. Dan zijn die verkiezingen nog verder van huis. Dan zijn ze verder van huis, maar het is principieel. Je gaat geen machtsmisbruik hebben dat je een concept maakt. En ik heb die twee modellen gezien. Welke partij doet mee morgen aan de conferentie? Wat ik heb begrepen, de ambassadeleden en de politieke partijen van die in de DNA zitten. Dus VAP, NPS, NDP, NDP ABAP, PL en BEP. En de buitenparlementaire partijen zijn, niet. Volgens wat ik hoor niet. Ja. Volgens wat ik hoor niet. En hoe wil je dat draagvlak? Is toch macht? Macht.
En natuurlijk, stel dat ik heb modellen gezien waardoor ik denk dat NDP en VHP waarschijnlijk elkaar gevonden hebben. Zo. 20 plus 16 is 36 en je hebt 2/3. Hmm. Ik weet het niet. Ik heb dingen gaan langs me. En ik kijk en ik denk, hey, valt me op dat er identieke ideeën zijn. Hmm. Dus dat valt me op. En dan denk ik eraan van, ik wil niet mensen bespreken hoor, maar ik ben, toen ik aan het sparren was, aan het nadenken was, conceptualiseren was, heb ik bepaalde mensen die top veel ervaring hebben en die in de hoogste leiding van het land hebben gezeten, heb ik geraadpleegd. En twee mensen, één van de coalitie, één van de oppositie. Ik heb met ze gesproken. En toen waren ze onbereikbaar voor me vanaf dat moment. Dat was volgens mij in oktober. Dus ook dat valt op. En ik zie die twee mensen morgen terug. Als deskundige. Bij die conferentie? Ja, die geraadpleegd gaat worden. Nou, morgen goed, zijn hun namen zijn genoemd. Dat is het laatste woord dat hierover nog niet gezegd, no? Ook op dit stuk kunnen we niet samenwerken. Ja, ook op dit stuk kunnen we niet samenwerken. Vanwege ego en zware ego dingen. En ook vanwege het enge partij, politieke partijbelang. En dat durf ik keihard te zeggen. Omdat bij de meeste partijen waar ik ben geweest, in verband met uitleg, constitutionele opvangers, is het me keihard gezegd. Vinden wij allemaal. Dan gaat mijn partij verliezen. Dan gaat mijn partij weinig zetels hebben. Dan gaat mijn partijbelang wordt daarmee geschaad. Mensen denken niet aan nationaal belang. Daarom zeg ik, we hebben ander leiderschap nodig. Dus die zijn op het punt van, dit is the moment of truth. Yes. En het is zo moeilijk. Ik weet dat dit model geen enkele politieke partij verdenk ik. In ieder geval die twee grote niet zal spreken. Maar het is maar een model. En ze mogen hun model houden. Maar laat het conform het hof zijn. Ik kom daar niet aan. Zolang je maar een model hebt en invulling geeft aan hofvonnis. En dat er juristen zijn binnen die grote partijen. Die gewoon zeggen, oh, dan maken we snel een staatsbesluit om die grenzen te verschuiven. Dan hebben we andere grenzen. Dat juristen dit zo durven te zeggen. Daar word ik kostbaar van. En het is niet dat mensen konkelen. Mensen hebben me gevraagd. Niet horen. Klopt het? Ik zeg, Orlaan zou zomaar een staatsbesluit maken. En Paramaribo plotseling in Saramaka plaats of zo die grens. En dergelijke. Dan zullen we zien of het volk niet in opstand komt. Het is moeilijk om die strikte indelingen te maken. Want je hebt te maken met sociale dingen. Met mensen. En dat wordt even gezegd, daar maken we snel een staatsbesluit voor. Powerplay. Wel, ik doe echt ook een beroep op de politiek hoor. Zowel de coalitie als de oppositie. AUB geen powerplay. Denk aan het nationaal belang, alsjeblieft. Want dit is nationaal belang, dit is democratie. En je eng partij, politiek partijbelang, die komt echt wel tot te trekken als je out of the box gaat denken. En een nieuwe vorm van campagnevoering gaat doen. Want dat is het. En daarom blijft men gebakken aan die strikte stelsel. En men vergeet dat 24 niet meer geldend is. Oké, mevrouw Jennifer van Dijk Silas. Ik ben niet uur, is al 4:55. Ik ben op tijd nog. Ik ben nog op tijd. Dank u wel voor het willen komen. Ik heb hier dingen gehoord waar ik van geschrokken ben. Maar laten we kijken hoe men hierop gaat reageren, no? Ja. En ik denk, iemand heeft het ook genoteerd. Ik denk dat de mensen inderdaad wat tijd nodig hebben. Laten ze het gaan lezen. Het kan dat hoor, dat ze tijd nodig staat. Hebben. Het ja kan. Toch, want daarom kunnen de vragen niet goed van de grond komen. Vooral als ze het laat hebben gelezen. En het, wanneer is het gepubliceerd? Vanmorgen vroeg was het er al. Oh, daarom. Ja. En wij hadden de afspraak vanaf gisteren, no? Ja. Ja. Oké, wat zegt u tot slot? Ik hoop echt dat de kiesregeling snel, dat de wijziging dat snel aangenomen worden. Ja, dat hoop ik echt. En dat men al die andere dingen
En dat men een tijdsplanning maakt om al die andere dingen te doen die noodzakelijk zijn. Maar de wijziging van de kiesregeling op basis van het vonnis, dat het snel wordt opgepakt. No matter what kind of model, als het maar in overeenstemming is met het vonnis van het Hof. Dank u wel, mevrouw. Ik ben niet meester dokter. Nee, niet doen. Jennifer van de Exilos. Ik schrijf alleen meester dokter als ik naar wetenschappelijke dingen schrijf. Ja. En als ik juridische legal dingen zet, zet ik meester. Oké, okay, Abo, dankjewel. Abo. Dat was een... Zo, die technische man, je snel, jongen. Ga je gang.